De afscheidsfilm van Bassie en Adriaan is een daverend succes. Al 100.000 bezoekers hebben Kate en Koen de speurtocht naar Bassie en Adriaan gezien. En dat betekent een gouden filmstatus. Hoofdrolspeler Patrick Martens werd vanochtend verrast. Zijn tegenspelster Janouk Kelderman die zit in het complot. We gaan Patrick dadelijk verrassen. Die denkt dat hij een interview heeft. Maar dat is niet zo, want wij zitten hier allemaal al klaar. Ik ben heel benieuwd, want hij appte mij vorige week nog. Van, gaan we echt die 100.000 halen? Want op social was het al een beetje zo, hè, aangewakkerd het vuurtje. En toen zei ik, ja, ik heb geen idee. En toen wist ik al lang dat we hier natuurlijk zouden afspreken. Dus hij weet echt van niks. Ja, ja, ja. Hè? Moet je nou niet heel hard gillen of zo? Nou, ik schrik. Echt heel onverwachts. Ik schrik er een beetje van, maar ik ben er echt super blij mee. Ja, dat is te gek. En dat dan ook nog de afscheidsfilm van Bassie en Adriaan bekroond wordt met een gouden randje, dat is natuurlijk helemaal de kerst op de taart. Ik vond het al een beetje raar, want ik had eigenlijk een fotoshoot vandaag de hele dag, maar die was eergisteren gecanceld. Maar ze wilden toch nog een interview, dus daar had ik eigenlijk helemaal niet zoveel zin meer in. Maar ik dacht, nou ja, ik moest dan toch maar gaan. Dus ik ging eigenlijk een beetje met tegenzin naartoe. Dus dit is eigenlijk top. Nou, mijn dag kan niet meer stuk.